Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toont ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Tsubasa heeft nachtmerries als hij ligt bij te komen in het ziekenhuis na zijn overwinning op Nile. Als hij wakker wordt, ontdekt hij dat zijn enge dromen hem achtervolgen. En ziet een spiegelbeeld van zichzelf dat hem probeert te overtuigen om voor de duistere kant te kiezen. Tsubasa wordt gered door zijn vrienden. En Ryo vertelt hen dat Tsubasa besmet is geraakt door de duistere krachten van de verboden bee El Drago toen hij vocht tegen zijn meester Ryuga. Ryo vertelt hen ook dat Tsubasa maar beter uit het team gezet kan worden. Ondertussen vechten Meimei en Chao Shen tegen Wales en Sophie in een wedstrijd waarvan de winnaar doorgaat naar de finale. Meimei en Chao Shen komen erachter dat het Europese team moeilijk is te verslaan. Wales en Sophie lanceren special moves waardoor de bees van Meimei en Chao Shen dreigen te verdrinken. Ze ontsnappen, maar Excalibur geeft nog meer kracht en ze maken een gigantische vloedgolf die over het stadion heen walst. Twee walvissen springen uit die vloedgolf en verpletteren de bees van Meimei en Chao Shen. Het gevecht is voorbij, maar nu gaan ze een nieuw lid van het Europese team ontmoeten. De mysterieuze Klaus die boven op de Eiffeltoren zit en alles goed bekijkt met zijn rare gloeiende ogen. De vernietigende bijl. Oelala! De winnaar van de eerste wedstrijd tussen Team Excalibur en Wang Wuxiong in het Beyblade WK A-groep ronde 3 zijn Wales en Sophie van Team Excalibur. Très bien! Ze zijn echt sterk, Excalibur. Ja, en nu mag Wang Wuxiong niks meer verliezen. Maar de Shan en zijn team geven het nog niet op. Zeker weten van niet. Ze winnen de volgende. Let maar op. Ik ben Mal en nu stellen wij u voor aan de playdacks van de tweede wedstrijd. Van het Team Excalibur. Met zijn eerste optreden tijdens het WK. Het is Klaus. En zijn tegenstander van Wang Wuxiong is... Chiyun! Heel mooi. Hetzelfde als altijd. Ik zei het nog, je moet je schouders meer ontspannen, Chiyun. Je moet leren om ontspannen te blijven als je nerveus bent. De Shan! Als je gespannen bent, zal je been niet reageren zoals jij wil. Huh? Natuurlijk, je hebt gelijk. Chiyun, waarom vecht je niet tegen mij om je een beetje op te warmen? Huh? Net zoals vroeger. Wow, net als toen. Dat klinkt geweldig. Ha, ja. Het is lang geleden dat ik zo gevocht heb tegen jou, Chiyun. Ja, vroeger trainen we vaak samen op deze manier. Oh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Het begon meteen toen ik in de Belin-tempel aankwam. Ik was nog nooit verslagen als bleder in mijn dorpje. Maar... Wow! Oh, oh, jij! Oh! De bleders van de Beyblade-tempel waren allemaal heel getalenteerde mensen en kwamen van overal uit China. Al heel snel liep ik achter op de anderen met mijn training. Dat klinkt als een bee. Wie is daar nog aan het oefenen zo midden in de nacht?
niet netjes om stiekem te kijken. Sorry, ik was het niet van plan. Het is al goed. Jij bent de nieuwe hier, Chiyun. Klopt dat? Dashan, wat ben je hier midden in de nacht toch aan het doen? Trainen natuurlijk. Wat dacht jij dan? Aan het trainen? Maar je bent toch al de beste bleder van de Belin-tempel? Waarom moet je dan zo laat nog gaan trainen? Denk je dat ik niet meer hoef te trainen omdat ik de beste ben? Zo gaat dat niet. Ik ben de beste omdat ik veel meer train dan al die andere bleders. Ah. Toen ik hier net was, kon ik ook de trainingen niet bijhouden. Wat? En niet alleen ik. Dat geldt voor iedereen die net hier is. Maar omdat we allemaal niet willen opgeven, trainen we gewoon keihard elke dag. En natuurlijk is de belangrijkste reden dat we van Beyblades houden. Dat heb jij toch ook, niet dan? Maar vertel eens even tegen mij, waar ben jij zo laat op, hè? Nou, ik... Als je tijd hebt, waarom help je mij dan niet met mijn training? Lijkt je dat leuk, Chiyun? Chiyun, lanceer je B zodat hij deze lijn de hele tijd blijft volgen. Oké, probeer het maar. Begrepen. Let it rip! Dat is raar. Nog een keer. Oké, let it rip! Het lukt niet. Ontspan je schouders. Huh? Probeer je schouders wat meer te ontspannen. Als je zo gespannen bent, kun je je been nooit controleren, snap je? Eerst je schouders ontspannen en dan focussen. Op het moment dat je lanceert, stop je al je kracht in één vloeiende trekbeweging. Wees niet gespannen en concentreer je. Focus op energie. Dat kan ik. Concentreren. Focus. 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 Let it rip! Het lukte! Goed gedaan, Chiyun. Huh? Oké, en blijf lanceren. Ja. Oké. Rip, rip, rip! Nog eens. Mooi, nog eens. Rip, rip. Bedankt, Chiyun. Dankzij jou was dit een goede training. Echt waar? Ja, dus ik zie je morgenavond wel weer. Huh? Dashan! Zorg dat je er bent. Dashan! Oh. Vanaf die dag begon ik Dashan te helpen met zijn training. Elke avond. In de stromende regen. Met een stevige storm. En voordat ik het wist... Let it rip! Wat was dat? Ik geloof mijn ogen niet. Je wordt hier de laatste tijd wel veel beter in, Chiyun. Door te helpen met Dashan's training werden mijn technieken ook steeds beter. Zonder dat ik het door had. Stormachtige wervelwind zwaait! Het is je gelukt! Ja! Jouw special move is nu af! Ja! Maar ineens snapte ik het. Ik was Dashan niet aan het helpen met zijn training. Om te zorgen dat ik niet weg zou lopen, hielp Dashan mij eigenlijk met de training. Ja, ik heb het allemaal te danken aan Dashan dat ik zo'n goede blader ben geworden. Hey, waarom train je eigenlijk zoveel, Dashan? Waarom denk je? Dat is toch duidelijk? Omdat ik op een dag de beste blader ter wereld wil zijn. De beste ter wereld? Geloof me maar. Op een dag trek ik de wereld over en vecht ik tegen de allerbeste bladers. Dan word ik de beste blader en laat ik iedereen zien hoe de Belin-tempel is. Als ik de allerbeste wil worden, maakt het me niet uit hoeveel ik train. Het kan nooit te veel zijn. Oh. Ik wil bewijzen dat je bij de Belin-tempel de beste Beyblade-trainingen ter wereld krijgt. De beste ter wereld? Ja, in de hele wereld. En sindsdien is de droom van Dashan ook mijn droom. Om een blader te worden die van de allerbeste kan winnen. Daar gaan we, Chiyun. Wat is het? Laten we stoppen. Chiyun? Dashan. Huh?
Luister alsjeblieft naar mij. Je droom komt uit, wat er ook zal gebeuren. Huh? Maar Chiyun... Laat het maar aan mij over, oké? Okay? Chiyun! Ja! Wee, wee, wee! Laat de tweede wedstrijd beginnen! Toet sweet! En dan nu in de derde ronde van de Agon beginnen we met de tweede wedstrijd tussen de teams. Excalibur en Wang Hushong. Het enige probleem dat team Excalibur heeft, is dat hun deelnemer Klaus nergens is te zien. De deelnemer van team Wang Hushong, Chiyun, staat al heel lang klaar in het stadion. Wat is hier aan de hand? Maak je niet zo druk. Klaus! Daar is hij! Hij is het vierde lid van Excalibur! Klaus! Hij is très grand, n'est-ce pas? Dus die man is Klaus, hè? Het lijkt wel of ze iemand als tegenstander opgesteld hebben die nog nooit heeft gevochten. Volgens mij willen ze Chiyun hiermee pesten, denk je niet? We weten nu tenminste wie er allemaal in Team Excalibur zitten. Dus als we winnen en naar de finale gaan, dan kunnen we ons goed voorbereiden. Eén ding is zeker. Elk lid van Excalibur is een blader die zijn eigen land vertegenwoordigt. Klaus zal wel net zo goed zijn als de andere leden van het team, toch? Precies! Is deze vent mijn tegenstander? Chiyun! Ik zal niet verliezen. Ik zal gaan winnen voor Dashan. Wat is dat voor B? Dat is een Grand Capricorn 145D. Dat is een B met zowel aanvalskracht als een fantastisch verdedigingsvermogen. Kom maar op. Oké, daar gaan we, tout le monde! 3, 2, 1! Let it rip! Oké! Hij heeft hem al te pakken. De eerste aanval kan hij nu al doen. Dat kan niet. La Certa vaart direct aan, maar wordt meteen de lucht ingestuurd. Wat was dat nou? Hoe kan het nou dat degene die aanvalt de lucht in wordt gegooid? Huh? Moet je kijken. Huh? Zijn draaisnelheid is ongelooflijk. Ik kan haast niet geloven dat zo'n zware B zo snel kan draaien. Klaus is de blader met de meeste kracht in Europa. De snelheid waarmee zijn B draait naar zijn lancering is de snelste van de wereld. Niemand kan dat. Iedereen die in zijn buurt komt, wordt gewoon weggeblazen. Is dat zo? Lacerda stormaanval! Lacerda geeft maar niet op en valt meteen weer heftig aan. Dat is heel moeilijk, maar Capricorn schijnt het allemaal niet te doen. Dit kan je echt wel, Chiyun! Kom maar op, joh! Wat een lastige vlieg. Lacerda! Oké, nu is het mijn beurt. Grijpende klauw! 1! Capricorn maakt een geweldige tegenaanval! Go, Chiyun! Chiyun, geef niet op! Doe ik ook niet! Denk maar niet dat je al gewonnen hebt. Als jij begint te vechten met kracht, vecht ik gewoon terug op snelheid! Lacerda, daverende brugaanval! Domme klant. Natuurlijk kun je een B-gevecht niet alleen maar met kracht winnen. Dat geldt alleen als je een B hebt met normale kracht. Pak hem! Het is
zo dat een overweldigende kracht uit zichzelf een machtig wapen wordt. Een bijl die rondzwaait en alles om hem heen verplettert en niet gepakt kan worden. Dat is Klaus. Grijpende klauw! Huh? Twee! Ren weg, Tjoen! Waarom komt hij niet los? Wat is dit? Hij gaat Lacerda gewoon verpletteren! Spring, Lacerda! Ik heb je! Special move, stormachtige wervelwind zwaard! Lacerda special move explodeert boven Capricorn! Goed gedaan, Chiyun! Zelfs met alles wat hij kan, vanuit de lucht, is hij kwetsbaar. Maar met die move moet het lukken. Huh? Maar hoe dan? Mon Dieu! Capricorn heeft de special move gewoon overleefd! Die stormachtige wervelwind zwaard raakte hem voluit en hij is niet beschadigd? Was dat jouw special move, hè, vriend? Zo'n zwakke aanval als deze heeft helemaal geen effect. Wat? Noem jij dat een zwakke aanval? Eens kijken als ik het nog een paar keer probeer. Doe geen stomme dingen, Chiyun! Special move, stormachtige wervelwind zwaard! Grijpende klauw 3! Capricorn heeft Lacerda special move weer verslagen! Dat kan helemaal niet! Grijpende klauw 1! Solide ijzeren muur! Grijpende klauw 3! De solide ijzeren muur brak. Hij brak met één tegenaanval. Dat kan toch niet? Stelt niks voor, joh. Denk goed na, Chiyun. Als je nu verliest, is het over. Ik ga echt niet verliezen. Maar Tashana heeft een droom. En ik zorg ervoor dat die uitkomt. Chiyun! Ik mag hier niet verliezen! Ga nu, Lacerda! Dat heeft geen zin. De droom van Tashan is ook de droom van Chiyun. Chiyun! Chiyun zorgt dat het lukt. Chiyun zorgt dat het lukt! Ha, special move! Stormachtige wervelwind zwaard! Maak het af! Capricorn, special move! Stalen duisternis! Lacerda is gestopt! De winnaar is Klaus! Incroyable! Team Excalibur wint 2 wedstrijden achter elkaar en ze gaan door naar de finale! Fantastiek! Très bien! Is het voorbij? Chiyun! Chiyun! Het spijt me, Dashan. Ik ben bang dat het mij niet gelukt is om je droom waar te kunnen maken. Het is al goed. Dank je, Chiyun. Ik begrijp precies hoe jij je voelt. Laten we opnieuw gaan trainen, vanaf het begin. Oké? Dashan. Wang Huzhong verloor. Niet te geloven. Dus onze tegenstander in de finale wordt Excalibur. Die Klaus is echt heel sterk. En ook een rare. Ik denk niet dat ik dit tegen jullie hoef te zeggen. Maar de finale zal echt heel erg moeilijk gaan worden. Jullie moeten allemaal Hallo, heel Hoofdkantoor? Hard gaan trainen. Huh? Huh?
Wat is er, Hikaru? Dit is heel erg, directeur. Tsubasa is weggelopen uit het ziekenhuis. Wat? Eindelijk, ik heb je gevonden. Dus hier heb je gezeten. Je bent wel moeilijk te vinden, Ryuga. Wat moet jij nou weer van mij?